als burgemeester van de gemeente Heerenveen, de sportgemeente bij uitstek, heet ik jullie van harte welkom hier met de mooie toertocht in onze gemeente. Een geweldige gemeente zoals jullie zullen zien. Wees welkom. Het thema van onze fietstocht is strijd voor gelijkheid. En dat past natuurlijk heel goed bij Heerenveen. Want Ferdinand Domela Nieuwenhuis is hier niet voor niks begonnen met zijn eerste grote redenvoeringen. Om ook meer rechtvaardigheid te brengen in de verdeling van geld tussen de heren van Heerenveen en de veenarbeiders. En dus ook niet voor niks, in deze tijd heet Heerenveen ook Vrouwenveen. Wij staan hier natuurlijk op een belangrijke plek, want hier staat het Abelenstra Stadion. Hier staat Sportstad en achter mij is het Epke Zonderland Turncentrum. Want Heerenveen kent iedereen natuurlijk van zijn sporticonen. Epke Zonderland, Sanne Wevers, Irene Wüst en natuurlijk Sportclub Heerenveen. Heerenveen is de sportstad van Nederland. Heerenveen heeft twee grote speerpunten. Eén, we moeten goed bereikbaar zijn. Per weg, over de weg natuurlijk, over de rail en over het water. En dat zijn wij. En dat is ook belangrijk, want het tweede speerpunt is dat wij de banenmotor zijn van de hele regio. Wij zorgen voor welvaart in de regio en die twee zijn nauw met elkaar verbonden. En je zou kunnen zeggen, misschien een derde speerpunt, dat is de zuivelindustrie. U ziet bij ons grote zuivelfabrieken, dat is ook heel erg belangrijk voor Heerenveen en de regio. Als jullie allemaal door Heerenveen fietsen, moet je eens opletten hoe mooi het buitengebied van Heerenveen is. Echt heel afwisselend. De bossen van Oranjewoud, de weilanden bij Bontebok, het uitgestrekte landschap bij Jubbega, het pittoreske Akrum. Het is allemaal even mooi, het zijn allemaal diamantjes in ons buitengebied en die zullen jullie allemaal kunnen bewonderen. Ik wens je daar heel veel plezier in, een mooie sportieve tocht, maar geniet ook van de omgeving. En ja, we komen elkaar vast tegen, want ik ga ook fietsen.